Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laserengraven met de Arthur Lasermaster 2 15 watt versie. Deze week hebben we al in een livestream de rotary tool gebouwd. En de dag daarna hebben we een video gemaakt over de calibratie van die rotary tool. Ik heb in de tussentijd wat tests gedaan. En we zijn nu zover dat we daadwerkelijk glazen kunnen gaan laseren. En dan hoop ik echt dat het mooi wordt, want het zijn glazen bedoeld, bierglazen, bedoeld voor mijn zoon en aanstaande schoondochter. Dus het is wel zaak dat er goed gebeurt. Ik ga dat proces aan u laten zien hoe dat in zijn werk gaat. En daar zitten ook een paar nieuwe technieken voor mij in. Dus met andere woorden, als er iets misgaat, don't worry, ook ik ben gewoon een simpele boerendinges. Dus met andere woorden, ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Een techniek weer voor laser graveren. In de techniek om glazen te graveren, moeten we de glazen, zoals ze hier nu liggen, gaan voorzien van zwarte tempera verf. Echter, voordat ik daarmee begin, heb ik eerst dat glas al op zijn rotary tool gelegd en geprobeerd dat zoveel mogelijk waterpas te krijgen. Want zoals je misschien wel bekend bij een fluitjes bierglas, dat is niet recht. Dat loopt een beetje taps toe naar beneden. En dat betekent dat we ook niet helemaal 100% op een recht gedeelte kunnen lezen. Dat is niet mogelijk. Ik heb dus zoveel mogelijk, en dat is echt iets dat moet je echt gaan doen, zoveel mogelijk geprobeerd om dat glas waterpas te leggen. Waarom doe je dat nu? Stel dat je dit niet waterpas zou leggen, dan heb je dus één plek waar waarschijnlijk de laser overheen gaat die waterpas is, maar verder gaat die taps toelopen naar beneden toe. En dat wil zeggen dat de laser, hoe meer die naar die plek toe komt, uit focus raakt. En uit focus raken is voor een laser nooit goed. De beste resultaten krijg je nu eenmaal met een gefocuste laser. Nou, het is niet helemaal 100% om dit, zeg maar, waterpas te krijgen. Maar door aan de linkerzijde van die rotary tool en wat plaatjes hout onder te leggen, zijn we er toch redelijk in geslaagd. Wat ik ook gelijk gedaan heb, is gelijk een focus gedaan. Dus dat is met de cilinder die bij de laser geleverd wordt. Simpelweg eventjes de juiste hoogte instellen. Waarom heb ik dat nu al gedaan? Ik heb best mensen die zeggen van ja, waarom doe je dat dan nu al, waarom niet later? Tempera verf is waterverf en kan heel gemakkelijk gekrast worden. Dat wil zeggen dat als ik nog die cilinder op dat glas moet gaan zetten terwijl de tempera verf er al op zit, dan beschadig ik de tempera verf en zeer waarschijnlijk dus de kwaliteit van de laseractie die plaatsvindt. Want wat er gebeurt, die laser die gaat die tempera verf laten reageren met het glas. Dus in dit geval hoef ik dat dus niet meer te focussen. Hij staat op de goede hoogte. En wat me nu zometeen nog rest natuurlijk, is dat ik die glazen van tempera verf moet gaan voorzien. En dat gaan we doen met een airbrush. Ik kan alvast vertellen waarom we dat met een airbrush gaan doen. Airbrush geeft de mogelijkheid om A in kleine laagjes op te brengen, waardoor het veel sneller droogt. Dat is één. Het tweede is, het gaat het veel egaler op het glas aanbrengen. En daardoor krijg je een betere dekking. Ik heb ook al uitgevonden, dat kan ik alvast zeggen, dat mocht je video's van anderen zien, je hoeft niet een hele dikke laag temperaverf erop te hebben. Zolang het maar even is en ja, het in elk geval een mooie laag met zwarte verf is. Maar dat hoeft geen dikke laag te zijn, zeg maar. Dat zal eerder tegen je werken dan voor je. Oké, dus we hebben nu dat glas waterpas liggen. De focus is gezet. Het laatste wat ik hier nog gedaan heb, ook niet onbelangrijk, is met een schuifmaat de diameter van de plek waar ik wil laseren gemeten. En dat was in dit geval 57,45 mm, want dat moeten we gaan ingeven in de software Lightburn. Maar dat laat ik je zometeen weer even zien, hoe we dat doen. En dat ga ik zometeen gewoon gelijk doen. Ik ga namelijk een video maken waarin je ziet hoe ik datgene wat ik voor hun wilde maken ontworpen heb. En als dat klaar is, gaan we beginnen met het airbrushje van de glazen. En dat moeten er 6 gaan worden, dus dat wordt nog wel een aardige actie. En daarna gaan we die glazen 1 voor 1 laseren. Het werken met temperaverf is eigenlijk een hele makkelijke methode, dat kan ik je op voorhand alvast zeggen.
Omdat temperaverf is datgene wat ze op lagere scholen gebruiken om te schilderen. En dat is eigenlijk altijd waterverf. En waterverf heeft het grote voordeel dat het oplost in water. En dat betekent dat je rustig dat hele glas mag schilderen. Dat hoeft niet, maar dat mag. En je dan simpelweg daarna, simpelweg onder water houdend met een afwasborstel, dat glas schoon kunt maken. En dan helemaal aan het eind zullen we zien dat er nog een kleine actie plaatsvindt. Want we gaan met een dremel doen met een borsteltje erop. Gaan we even over die gravuren heen dremelen. Dat doen we omdat zeg maar, bij het graveren van glazen er ook kleine glassplintertjes kunnen ontstaan. En je wilt natuurlijk niet dat als iemand straks dat glas oppakt, dat hij dan glas in zijn vingers heeft. Nou, dit is wat we gezien hebben van de voorbereiding bij de laser. We gaan naar Lightburn toe. Zo. Dan zijn we nu in Lightburn. Waar we in Lightburn mee beginnen is de instellingen van die meting met die schuifmaat. En dat doen we bij hulpmiddelen. Dan instellingen van de roterende as. En dan ga ik deze waarde hier, even uitvergroten, die ga ik op de juiste waarde zetten. Dat is 57,450. Als je dat doet, verandert gelijk ook de waarde die daaronder staat, de omtrek. En die omtrek die is belangrijk, die hebben we nodig. Die is 180,485 en die onthouden we even, 180,485. Dan gaan we een recht toeklikken. Gewoon ergens op het scherm, want die gaan we instellen. En dat doen we als volgt. We gaan bovenin het slotje openmaken. Even kijken, deze hier. Gaan we die hoogte, daar gaan we die waarde ingeven. Die was dus 180,485. Zo. De breedte, dat gaat de breedte worden zeg maar hetgene wat we willen lezen. We denken even dat het 90% gedraaid zal zijn. Dus wat nu de breedte is, dus van links naar rechts, is uiteindelijk de hoogte van onze laser. En ik kan daarvan zeggen dat we dat in 3 centimeter willen hebben. Ik zet hem op 30. Ja. Ik selecteer vervolgens die rechthoek en ik zet hem op een toolpad T1, zodat hij niet gelezen wordt, maar het is een richtlijn, zeg maar. En wat ik ga doen, ik ga hem centreren en dat doe ik linksboven, positie op X en op Y. We weten namelijk dat mijn Ortho Laser Master 2 een 400 mm in de breedte heeft en 430 van boven naar beneden. Dat betekent 200 bij 215. Dus bij X 200 te staan en bij Y 215. Nu staat hij ook echt in het midden van het scherm en we zorgen even dat die stip hier in het midden staat. Dat doen we bij laser aan de rechterzijde. Dan zet ik de oorsprongtaak in het midden. Waarom doe ik dat? Straks als ik wil gaan laseren op dat glas, dan wil ik dat die afbeeldingen steeds op dezelfde plek komen. Nou, ik weet dat de breedte straks 3 centimeter gaat zijn, dus 30 millimeter. Halverwege is dus 1,5 centimeter. Als ik nu nog 1,5 centimeter ook van de top af wil laseren, dan moet ik gewoon 3 centimeter meten van bovenaan het glas. En op die plek, zeg maar, straks mijn fire button, dus het kleine blauwe lampje laten schijnen, dan staat hij dus op de goede plek, zeg maar. Dat is de reden waarom ik dat doe. Nu zijn we er nog niet. We gaan even inzoomen op dit gebeuren. Want wat we hier hebben, die rechthoek, is eigenlijk dat als je een etiket zou maken wat het hele glas omspant. Dus zeg maar van de ene kant helemaal rond naar de andere kant. Maar dat wil je natuurlijk niet laseren. Je wilt een stuk laseren. Nou, en ruwweg zal dat ongeveer een derde van het glas zijn. Tenminste, dat is wat ik zo in gedachten heb. Dus wat ga ik doen? Ik ga die hoogte, die 180,485, die ga ik nu veranderen in 60. Want ik wil dat dat ongeveer de hoogte is van dat wat ik lees. Dus in dit vakje moet dat komen te staan wat ik wil maken. Ja? Goed, wat doe ik nu? Nu ga ik naar mijn kunstbibliotheek. Daar heb ik bij Borders een bestand staan met allemaal mooie randjes en dingetjes. En daar wil ik die derde van hebben. Maar het is nu, want als ik het oppak, dan beweegt hij alles in één keer. Dus het is nog gegroepeerd. Dus wat ga ik doen? Ik ga het degroeperen. Dus ik selecteer het. En ik ga het ungrouping doen. Dan ga ik weggooien wat ik niet nodig heb. Dus dit heb ik niet nodig. Dat kan weg.
En dit heb ik niet nodig. Oppassen. Even goed doen. Dat kan weg. En nu heb ik alleen de figuur over wat ik wil hebben. En die ga ik weer groeperen. Dat die groene stip trouwens verandert, dat is niet zo vreemd. Want als je nu deze twee dingen samen zou nemen, is dit het centrum daarvan. Maar straks als het hierin staat, is het centrum weer echt het midden, zeg maar. Dus waar die nu staat, is niet relevant. Nou, wat gaan we doen? We willen dat glas laseren. Links-rechts, dus de bovenkant van het glas zit links en de onderkant zit rechts. Dus ik ga hem een kwartslag draaien. En dat doe ik hier met draaien. En dan moet ik alleen altijd even kijken of dat dan 90 graden is of 270. Dus ik draai hem eerst even 90 graden. En let er goed op dat die punt dus de bovenkant moet zijn. Dus die moet eigenlijk naar links wijzen. Dat doet hij lekker niet. Dus ik moet hem nog een keer 180 graden nu draaien. Nu doet hij dat wel, zeg maar. Zie je dat? Vervolgens ga ik de hoogte van dit object, want die hoogte van dit object, dat is dus nu 126,875, dat is me veel te hoog af. Ik ga dat veranderen naar 50, 55, ook goed. Dat was niet slim, hè? Even terug, want waarom is het niet slim? Ik heb het slotje open, dus hij heeft nu wel de hoogte veranderd, maar niet de breedte. En die moet eigenlijk recht evenredig mee veranderen. Dus ik ga terug. Ik zet het slotje er nu op. En nu verander ik hem in 55. En dan zullen we zien dat hij simpelweg alleen maar kleiner gemaakt is. Nu sleep ik hem naar mijn veld. We zien ook het groene stipje veranderen, want we zitten nu weer in het veld. Nou, ik zet hem er even ruw weg in. Daar zo. Ja? Moet straks nog uitgelijnd worden. Geen zorg. Ga weer even inzoomen. Klein beetje, want ik ga nu tekst maken. En die tekst, dat doe ik met de letterknop aan de linkerkant. Ik klik gewoon ergens in het veld en ik ga de tekst schrijven die ik wil dat erop komt te staan. En wat ik wil dat erop komt te staan is welkom bij Spatie, Alessio en Jamie. Jamie is mijn zoon, Alessio mijn aanstaande schoondochter. Dat is wat ik doe. Vervolgens pak ik het pijltje. Hij staat op een toolpad trouwens, dat wil ik niet. Ik zet hem net op diezelfde zwarte lijn als dat hier die border geplaatst is. Dus ik zet hem op zwart. En ik ga het lettertype veranderen. En ik heb daar speciale lettertype voor gedownload. Vandaar dat ik dat vrij snel kan doen. Dat is het lettertype White Dream. Dit is hem. Zo. En ook van deze, die ga ik natuurlijk ook draaien. En in dit geval, nou pakken we 270, want dat zou goed moeten zijn. Ja, dat is goed zoals je ziet. Ook hier moet ik de hoogte van veranderen, want ook deze is veel te groot. Dus deze staat nu op 114. Het slotje is nu dicht, nu heb ik wel opgelet. Ik maak hem weer 55. Zo. En ik sleep hem naar mijn veld. Ah, dat is wat te groot, zie je dat? Dus wat moet ik nu doen? Misschien moet ik dit iets kleiner gaan maken. Misschien zal ik er 50 van maken. Laten we daar eens mee beginnen. Dat doe ik dan ook gelijk voor die border. Nog steeds niet goed. We gaan even inzoomen nu. Maar we gaan wel even kijken hoe ver we kunnen komen. Want ik ga dit naar beneden bewegen. Dat doe ik door controle ingedrukt te houden en het pijltje naar rechts. De andere ga ik iets omhoog doen. Kijk, nou is het wel goed. Wat ik nu ga doen, nu selecteer ik die twee zaken, dus die tekst en die border. Selecteer ik allebei. En dan ga ik hem uitlijnen. Daar heb ik altijd even een probleem mee met welke ik nou moet hebben. Of ik nu deze moet hebben of die moet hebben. Je zou zeggen deze, maar let op wat er gebeurt als ik dat doe. Oh, dit is toevallig toch goed, sorry. Als ik nou die andere had gedaan, even daar. Verticaal in het midden. Hey, krijg je dit. Het schiet niet op, hè? Dus hij is nu uitgelijnd. Oké. En hij staat in het midden. Dus hij staat als het goed is ook gelijk op de goede plek. Maar dat gaan we zo even checken. Ik selecteer deze beide afbeeldingjes weer. En ik ga ze groeperen. Zo. En als ik hem er nu uitsleep. En ik sleep hem er weer in. Dan zal hij zich, als het goed is. Even goed doen. Vastklemmen op het centrum als je dat goed doet. Ja, zo ja. Nu is die vastgeklemd op het centrum.
Wat ik niet geloof trouwens, daar geloof ik niks van, want onder heb ik meer ruimte dan boven, dus ik doe het nog een keer opnieuw. Dat is beter. Nu zit hij ook echt over die groene stip in en die groene stip was midden, weet je nog? Oké. Okay. Nu ga ik de waardes ingeven waarmee ik dit ga laseren. Ik doe hier klikken op die zwarte lijn en ik geef hem de waardes mee 300 bij 55. Ik bedenk me meteen dat ik weer een fout maak. Ik ga even terug, want ik heb gemerkt dat als ik dit doe, en dat zal ik je gelijk even laten zien, gaat hij op een hele rare manier lezen. Dus ik pak hier dat venstertje. We zien het aan die rode lijntjes al. Als ik dit ga afspelen, daarvoor moet je overigens laat verplaatsingen zien aanklikken. Dan zie je dat hij nogal vreemd over de afbeelding heen aan het springen is. Zie je dat? Vind ik niet echt handig. Dus wat ik nu ga doen, ik doe nog een keer die afbeelding selecteren. Ik doe rechts klikken. En ik zeg converteren naar bitmap. Hier staat nog contouren, daarom dat je de binnenkant niet gevuld ziet. Ik zeg dus ik wil vullen. Ja. En ik doe de dpi's verhogen naar 318. Dat is zo'n beetje de limit van deze machine. Zo. Oké. Okay. Nu is het een afbeelding geworden. En als ik nu op dat zwarte hier klik, dan kan ik hier nu de instellingen voor die afbeelding in gaan geven. Nou, en we zien het eigenlijk al staan. Snelheid van 300 mm per minuut. Maximale vermogen 55 ga ik het meegeven. Hij wordt bidirectioneel gegraveerd, dus van onder naar boven. Dat heeft te maken met die rotary tool die zeg maar ook op de y-as staat. Anders krijg je toch weer een beetje dat heen en weer gekletter van de glas, zeg maar. Ik heb overscan aanstaan, lijninterval van 0,08 en dat staat gelijk aan 318 dpi. En de rest laat ik staan zoals het is. Dit sla ik op. Nu save ik de afbeelding. Opslaan als. Nou, dat heb ik al gedaan natuurlijk. En daarmee is het werk in Lightburn gebeurd. We gaan terug. Maar nu voor het schilderen en het schoonmaken van het glas. Zo, het eerste wat we gaan doen als we die glazen gaan airbrushen, is we gaan ze eerst schoonmaken. Daartoe neem ik een flesje waarin isopropanol zit, oftewel 99% alcohol. Dat spuit ik op mijn doekie. En dan ga ik die glazen schoonmaken. Dat is natuurlijk belangrijk, want op die glazen zit vanuit de verpakking van allerlei rommel en troep. En om te voorkomen dat dat straks onze gelezerde afbeelding verknalt, maken we dat dus schoon. We hoeven niet de binnenkant te doen, alleen het gedeelte in feite waarop gelezerd wordt. Natuurlijk moet de binnenkant ook gewassen worden, maar dat kan degene ook doen die het krijgt. En zodoende kunnen we ons volstaan met simpelweg het te lezeren oppervlak schoon te maken. En ik weet ongeveer dat waar ik nu zit, dat dat hetgene is wat we gaan gebruiken. Dat is in elk geval het eerste. En daarna gaan we ons bezighouden met het airbrushen. Ja, ik moet gelijk zeggen dat airbrushen niet helemaal geweldig mijn ding is. Maar aldoende leer je. En vandaar dat ik toch deze methode gebruik. En ik kan je zeggen, ik ben al een kwartiertje met dit glas bezig. Maar dat heeft alles te maken, niet zozeer met het glas of met airbrush, maar ik heb er gewoon te weinig verstand van. Maar verder niet erg. Dit is wel de manier om de meest dekkende laag te krijgen en de meest vlakke laag te krijgen. En als je goed kijkt, dan zie je ook al dat die laag aan het ontstaan is. Maar het is nog niet voldoende. Het hoeft ook niet helemaal dicht te zitten. Dat heb ik bij een test vanmorgen gemerkt. Want ook gisteren toen ik voor de eerste keer de airbrush gebruikt had, toen had ik wel een betere laag als wat ik nu had, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar die was ook niet 100% dekkend. En dat bleek ook niet nodig te zijn. Bij die extreem 100% dekkend kreeg ik een perfecte afdruk op het glas als ik er ging laseren. Nou goed, ik ga nu verder met het
airbrushje van de glazen. En nu begint het ook echt wat te worden. Dat kun je ook zien. En nou ja, als ze klaar zijn, laat ik het zien. Of althans, als er één klaar is, laat ik het zien. En dan ga ik ze over de nacht laten drogen. En bij de eerstvolgende gelegenheid, en dat zal hopelijk morgen zijn, gaan we beginnen met het laseren van de glazen voor mijn zoon en aanstaande schoondochter. Omdat de paintbrush me toch, de airbrush me toch wat te wilde resultaten gaf, ik besloot om toch maar even met de kwast aan het werk te gaan hiermee. Ik rond het dan wel af met de airbrush, maar hoofdzakelijk echt een laag aanbrengen, denk ik toch maar met de kwast. Want het is toch wel, en dat ligt aan mij hoor, laten we dat duidelijk in zijn. Ik bedoel, ik heb ook gelezen dat zeg maar tempera verf, want dat is de verf die we gebruiken, ook niet het meest eenvoudige is om met een airbrush te doen. Maar ik denk gewoon dat ik nog een beetje meer met die airbrush moet gaan oefenen. Ik denk dat dat een heel belangrijk gebeuren is. Dus deze ga ik maar even op de ouderwetse manier schilderen. Dat doen we met een sponsenkwastje. De reden waarom ik met airbrush wilde werken, je ziet, als je goed ziet, kun je het zien dat je zeg maar als het ware strepen erop krijgt. En dat zou kunnen betekenen dat je straks in het eindresultaat dat een beetje gaat zien. En dat zou ik erg jammer vinden. Maar goed, voor nu is het even niet anders. Dus vandaar dat ik over ben gestapt naar de methode even met de kwast. En dan zometeen afronden met de airbrush. Dit was eigenlijk de beste die we gedaan hadden met de airbrush. Degene die ik nu doe. Maar ik doe het toch maar. Want het eerste resultaat was niet erg geweldig, maar dat geeft niks. Alles moet geleerd worden, ook dit. Dus het is heel wat anders om plat glas te laseren dan rond glas. En rond glas is nog tot daar aan toe. Waren het niet dat deze glazen niet 100% rond zijn, want het zijn fluitjes. En fluitjes zijn een beetje taps toelopend naar beneden toe. En dat maakt het eigenlijk weer een iets lastiger glas om te laseren, heb ik al gemerkt. Maar dat geeft niks. En nogmaals, ik zei al, we leren dat te doen. En dat geldt dus ook voor deze set met glazen. Oké. Met de spons hebben ze geschilderd. Ik ga ze nu met de airbrush, maar dat ga ik niet filmen. Ga ik ze nog een beetje nawerken. En dan gaan we die zometeen laseren. En dan gaan we kijken wat daar uitkomt. Tot zo. Zo, tijd om even een kleine recap te doen tussendoor. Normaal doe ik dat niet als ik een video maak, maar dit was wel een hele bijzondere video. Of dit wordt een hele bijzondere video. Kijk, normaal gesproken bedenk ik iets en dat ga ik doen. En ik neem niet eens de moeite om dat echt helemaal van tevoren te testen. Ja, heel af en toe. Maar meestal weet ik eigenlijk wel wat ik ga doen en daar maak ik dan direct een video van. Dat scheelt me twee keer hetzelfde werk te doen en dat soort dingen meer. Zo had ik in dit geval dus bedacht, ik ga glazen lezen, voorzien van een mooie tekst. Op dat moment moet je die glazen, dat hebben we gezien in de video, je moet ze schoonmaken. En je moet ze van tempera verf voorzien. Nou, daar kwam het eerste probleem, want ik had een airbrush gekregen met dank aan Firma Laserarts in Westervoort, aan Alfons Bruns. Maar ik ben helemaal niet thuis met een airbrush. En uiteindelijk ben ik er wel achter. Het is alleen, ik heb het uiteindelijk niet in dit project verder gedaan. Ik moet die tempera verf nog verder verdunnen. Maar in elk geval leidde het ertoe dat ik niet in staat was om erg goed die tempera verf aan te brengen met de airbrush op de glazen. Dat ga ik zeker nog testen hoor, geen zorgen. Ik ga die airbrush ga ik ook onder controle brengen. Ik hoef hem niet bang voor te zijn. Alleen het was me wat te gek om dat in die video nog meer tijd en nog meer delen aan te besteden. Dus op enig moment, en dat heb je ook gezien in de video, ben ik overgestapt op de ouderwetse methode. Simpelweg die tempera paint aanbrengen met zo'n sponskwastje. Dat is wat ruw en zul je soms maar twee of drie keer moeten doen. Want
Het is natuurlijk wel van belang dat zeg maar, de dekking op dat glas een goede dekking is. Want dat ga je terugzien in je lasereffect. Ik heb zelfs nog geprobeerd, omdat ik een video zag van iemand die andere verf gebruikte. Om gewoon een andere verf te gebruiken. Ik dacht van, dan als dat werkt, dan kan ik gewoon eigenlijk gewoon een normale airbrush verf gebruiken. Zwart. Om dat te gebruiken. Alleen resultaat daarvan was niet echt goed. Dus ik ben gebleven bij tempera. Ik dus met dat sponskwastje dat aangebracht. Prima, fantastisch. We gaan verder met het verhaal. Nee, mocht je willen. Want toen kwam het volgende probleem. Die glazen waar we het over hebben. Let niet op alle beschriftingen hierop. Want het is natuurlijk een testverhaal geweest. Die glazen die zijn niet recht. Als ze recht zouden zijn. Het is echt helemaal. Ik weet niet of ik een voorbeeld kan laten zien. Maar goed, als het echt gewoon recht zou zijn, het komt op twee rollers te liggen. En als het recht is, is dat geen probleem, want het draait op die rollers. Maar dit glas heeft en een bolling hierboven, maar ook hieronder. En als je dat op die rollers gaat leggen, heb je eigenlijk maar één punt waar die hem gript en dat is het breedste punt. Met als gevolg dat als dat op die roller gaat draaien, en daar kwam ik natuurlijk pijnlijk achter... Nou, het is net alsof je met een concours hippiek bezig bent. He, dus dat glas dat deed... Ja, allerlei kanten op en zo kan je never nooit lezen. Nou, je kan het, ik kan het bij deze zien. Ja, eigenlijk bij die bovenste... Ik weet niet of je dat zien kan, maar dit ziet er niet uit als een gravure. Het is een rotzooitje. He. En zo kan je natuurlijk never nooit glazen graveren. Dus, nou ja, weet je wat? Mijn oplossing, ik denk, weet je wat? Dan ga ik gewoon die rotary tool... He, die ga ik iets levelen. Die ga ik aan de ene kant op wat verhoging zetten. En dan los ik dat daarmee op. Want dan komt die keurig daarin te liggen. Ja, vergeet het maar. Ja. Je lost daar namelijk. Dat had ik nog niet in de gaten. Maar je lost daar niet het probleem van die curve mee op. Nog wat andere dingen geprobeerd. Maar no chance. Ook op Facebook gepost. Die kwamen met allerlei suggesties. Maar suggesties waarvan ik denk van jongens alsjeblieft een zak met rijst hierin. Zodat die plat ligt. Nou hij kan niet plat liggen want het is glas. Glas is niet buigzaam dus die ronding blijft. Ja dat werkt niet. Maar ik ben iemand die out of the box denkt. En ik ben ook iemand die problemen oplost. Ik had iemand op Facebook die zei dan koop je toch andere glazen. Nou dat werkt voor mij niet. Ja, voor mij werkt het oplossen van het probleem. En niet de makkelijke weg kiezen. He? Als je jeuk hebt aan je knie, hak je niet je been eraf, maar je zoekt waar die jeuk vandaan komt. En je moet hem krabben. Dat is ook heel belangrijk. Ik heb 3D-printers. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga ringen maken. Ringen met de onderdiameter en de bovendiameter van het glas. Wat daarbij heel belangrijk is, en dat kan je misschien ook wel zien... is dat de buitendiameter identiek is. Want als je dat dan op die rotary tool legt, dan draait hij dus gelijkmatig. Het enige wat je een heel klein beetje bij kwijt bent, is dat hij niet helemaal 100% level is. Maar het is maar een heel klein verschil. En dus kan je dat best wel goed lezen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ga even laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is de bovenste. Dus die gaat hierop. Zo. En deze gaat op de onderzijde. Die is ietsjes groter, maar je moet wel even oppassen dat die recht zit. Maar op deze manier gaat hij perfect op die rollers draaien. Nou, daarmee heb ik ook dat probleem opgelost. En dan zijn we eigenlijk op het moment aangekomen dat ik zeg maar eindelijk kan beginnen met het lezen van die glazen. Ja, geloof me natuurlijk wel, als je dit ziet dan is daar veel meer op gelezen. En dat is omdat ik flink aan het testen ben geweest. Er was namelijk nog een ander probleempje. En dat wil ik je ook gelijk meegeven. Ik werk met Lightburn overigens, dat is u wel bekend, dat heb ik in deze video gezien. Ik merkte dat die laser, het pad wat hij kiest om te laseren, dat hij eerst een stukje boven, dan een stukje naar links, dan een stukje naar rechts, steeds lasert op andere plekjes. Op die, en dat zorgt ervoor dat dat glas steeds maar blijft rollen op die roller. En het is een beetje heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. En dat is natuurlijk ook niet goed voor die gravuren. Het was op enig moment zelfs zo dat ik het gevoel had dat we aan het lezen waren op een paard wat met een concours hippiek bezig was. Leuke vergelijking natuurlijk. Het paard zal zeer doen bij het paard, dus dat zullen we maar niet doen. Ik heb in Lightburn uitgevonden hoe je dat oplost. Ik had namelijk, en dat heb je gezien in deze video, die tekst gemaakt met dat randje erboven. Dat mooie kronkelige randje.
Ik heb daar rechts op geklikt, dus je dat geselecteerd, dan rechts klikken en daar een bitmap van gemaakt. En in die bitmap heb ik simpelweg zo ingesteld dat die lijntje voor lijntje voor lijntje voor lijntje voor lijntje voor lijntje lasert. En daarmee is ook het probleem weg van dat enorme schokkerige van de rollers. Dus twee problemen opgelost in feite. De schokkerigheid van die rollers, dus door de afbeelding zo te maken dat die lijn voor lijn doet. En daarnaast een gedeelte van dat schokkerig natuurlijk afkomstig van dat glas wat alle kanten op en neer huppelt. En dus aan het Concours Hippique bezig is. En dat hebben we opgelost met twee ringen. Nu is het tijd voor het laseren van de glazen. Zo, dan gaan we nu beginnen met de laseractiviteiten. Ik heb hier dus het glas. Wat ik nu doe, ik ga een stuk karton pakken en dat doe ik in het glas. En dat doe ik eigenlijk vooral om de weerkaatsing van het licht te vermijden. Het is dus niet verder een kwaliteitsverhaal of zo. Het is echt om de weerkaatsing van het licht te vermijden. Ik zet heel even het glas neer. Zo. Karton in het glas, prima. Nu gaan we de beide ringen pakken die ik gemaakt heb. Die heb ik hier. En die ga ik erop doen. Wel even goed opletten dat je de goede op de goede plek doet. En dat betekent deze hieronder. Zorg dat die keurig recht zit. Dat is goed. Die. En één aan de bovenkant. Zo. En dan kan ik hem op de laser gaan leggen. Zo. Wat ik vervolgens ga doen, ik ga dus in de software van Lightburn ga ik de fire button gebruiken. Dus ik ga zeg maar zorgen dat ik een lampje te zien krijg. Dat zien we nu. En nu ga ik zorgen dat dat lampje, want ik heb besloten dat ik op 3 cm van of op 2 cm van de top van het glas wil graveren. Dus wat ik ga doen, ik ga op 3,5 cm ga ik dat lampje placeren. Waarom? 2 cm van de top, dus 3,5 min 2 is 1,5. En ons vierkantje was 3 cm breed. Dat betekent dat 1,5 de lengte, het middelpunt is. 1,5 en 2 is 3,5. Dat ga ik ongeveer, hè, dat is niet precies te doen. Nou, toevallig staat hij nu heel erg goed. Hij staat heel sterk. Ik laat de schuifmaat in deze stand liggen, want dan kan ik ook de volgende glazen goed doen. Ik check ook even of het zwart keurig in het midden zit. En of mijn rotary roller recht staat. En nog een laatste ding. Heel eventjes zorgen dat de hoogte van de laser goed is. Nou, die moet ietsjes omhoog. Ik denk dat we zo aardig goed zitten. Ja, iets te diep, maar hij gaat ook naar beneden toe, zodat de focus verandert. Oké, nu ga ik hem een vierkantje laten trekken. Dat doe ik met de kaderknop. Degenen die mijn training Lightburn voor beginners volgen, die kennen deze knop inmiddels. En dan zie ik al gelijk een klein probleem. Ik moet namelijk even zorgen dat mijn kartonnetje niet tegen het uiteinde aankomt. Dus ik moet het er even afhalen. Kartonnetje er dieper in. Je opnieuw plaatsen. Weer even de fire button aan. En weer even meten of die 3,5 ongeveer. En dan zeg ik ietsjes naar links. En nou moet dat ongeveer goed zijn. Oké. Nog een keer kader maken. Shift-toets ingedrukt houden en op kader drukken. Ja, en dat is goed. En vervolgens drukken we op start. En begint het laseren van ons eerste glas. Wat ook werkelijk voor mijn zoon bedoeld is. Ik laat heel even de video een klein beetje aanstaan. Een paar seconden. Nou, dat laser, dat kennen we allemaal.
We zijn zo bij je terug, als dit klaar is. Zo, de glazen zien er nu zo uit. Na het laseren natuurlijk. Nu moeten we ze gaan wassen. Ik ga dat boven doen. Ik ga er eentje meenemen om je te laten zien. En daarna was ik de andere drie. Het grote voordeel is, ze zijn geschilderd met een waterverf. Tempera is waterverf. Je kunt dus nu heel simpel, gewoon met je hand, de verf eraf halen. Als ik beneden was geweest, had ik simpelweg de afwasborstel gepakt. En je zult zeggen, het wordt een zootje. Nou, dat valt wel mee, want het nogmaals, het is waterverf. Dus je kunt het heel gemakkelijk schoonmaken zometeen. Maar we gaan eerst even alle verf eraf halen. En dan maak ik dat zo schoon. Zo. Oké. Het wassen. We gaan zo meteen de resultaten zien. En ben zo weer bij je terug. Nou, ons rest nu nog één dingetje. En dat is dat we even een borstel pakken. Een wat hardere borstel. Ik heb een klein borsteltje, een hard borsteltje. En daarmee ga ik heel eventjes de gravuren schoonmaken. Want bij dat etsen worden er eigenlijk kleine glassplintertjes losgemaakt van het glas. En als die blijven zitten, zou dat mensen kunnen verwonden. Dus dat ga ik eventjes doen. Nou, pak dus een glas. Pakken dat borsteltje. En gaan even over de gravuren. En dat doe je dus voor alle glazen. Nou hoop ik dat ik het genoeg kan focussen. En zie hier gegraveerde glazen. Natuurlijk kijk je nu van heel dichtbij. Dus het lijkt erg, ja, ragged zeg maar. Maar dat valt heel erg mee. Het ziet er erg fraai uit. En vooral als er drinken in zit. Nou, bedankt voor het kijken. Deze lastige video. Tot de volgende keer en alvast een heel fijn weekend gewenst. Daar.